Kees Verwijs, ja, weer een beurs 112 beurs vandaag in Elburg, hier in het Huiken. Ja, vorig jaar ben je naar Harderwijk geweest met de coronamaatregelen. Gelukkig is alles weer vrij en kan iedereen weer lekker de beurs opkomen lopen. 112 beurs, heel veel mensen denken dan bij 112, oh, dat is zo'n sensatiezoeker. Ja, hobbyisten zijn dit vooral. Hè. Het zijn hobbyisten met een grote verzameling. Mensen die een paar auto's op de kast hebben staan, maar ook mensen die duizenden auto's of helmen in de vitrines hebben. Ja, dit zijn natuurlijk verzamelaars. Maar goed, nogmaals, ik zeg dus heel veel mensen denken, ja, bij 112 denken ze, nou, dat is iemand met zo'n pieper aan de broek en die zoekt wat sensatie en die vliegt overal naartoe. Dat is eigenlijk niet zo, hè? Nou, ze hebben vaak wel een pieper aan de broek, maar omdat het hoofdzakelijk ook zelf hulpverleners zijn. Dus ja, zijn dan sensatiezoekers? Nee, natuurlijk niet. Ze zijn allemaal hulpverleners. En doordat ze in de hulpverlening werken of gewerkt hebben, hebben ze daar hobby aan overgehouden. En dat is geweldig om te zien. Ja, dat is zeker geweldig om te zien. Ik heb alleen maar rondgelopen natuurlijk. En heel veel mensen die dingen verzamelen, zoals kleine autootjes, maar ook boeken en helmen zie je vaak. En wat drijft de mensen om dat zoiets te gaan verzamelen? Nou, ik denk dat er ook heel veel een stukje historie erbij zit. Het is geweldig om te zien hoe de historie van bijvoorbeeld een helm is gegaan. Een leren helm, kurkenhelm naar de moderne helmen. Ja, we zien hier ook gewoon splinternieuwe helmen liggen vanuit Singapore, China, over de hele wereld uit. En qua modelbouw heb je natuurlijk de hele kleine 1.087 die bij de treinbanen kunnen. Maar ook de hele grote 1.18 voertuigen. Dus, ja, heel uitgebreid alles. Ja. En als je rondloopt, dan hoor je van allerlei talen voorbij komen. Dus het is niet alleen Nederland, maar het is nog een beetje internationaal ook. Ja, dat klopt zeker. We hebben ook standhouders en bezoekers uit België, Duitsland, Oostenrijk zit er nog een paar bij, Denemarken eentje. Dus ja, ze komen steeds verder deze kant op. Ja. Als je dan zelf over die beurs loopt, waar word je hart de warmste van? Het enthousiasme. Het enthousiasme wat ik van mensen hoor. Die gewoon 700-800 kilometer moeten rijden. En dan hier een leuke dag kunnen hebben. En het gaat dan niet zozeer om, ik verkoop heel veel, maar het is gewoon een gezelligheid. Eén keer per jaar hier in Nederland, één keer per jaar in België. En dan zijn er in Duitsland, Italië, zijn een paar kleine beurzen. Maar dat is toch een heel andere beurs dan wat we hier hebben. Is er op de beurs iets wat je zei van dat zou ik nog wel graag bij willen hebben en dat heb ik niet? Ja, dat is altijd heel lastig. Ik verzamel natuurlijk al heel veel jaren. En ik heb ook heel veel van modelauto's, helmen, emblemen. Ja, ik vind vooral de historie mooi. Dus dan praat ik over items van 1800, begin 1900. Ja, dat zijn hele lastige items. Maar als je dan wat vindt, ja, dat is geweldig om dan weer iets op de kop te kunnen tikken. Ja. Vandaag in Elburg, volgend jaar weer? Ja, zoals nu de vooruitzichten zijn wel. Het is qua organisatie ook vanuit Huiken is het goed geregeld. En we hebben het goed naar ons zin, zeker. We wensen je vandaag een hele fijne dag toe en hopen dat de mensen die hier staan veel verkopen. Ja, dankjewel. En dat we veel gezelligheid mogen hebben. Dank je. Altijd belangrijk. Bedankt en tot ziens.